Ik ben Gert de Brugge van de Brugge Geschenken. En wat maak hier kerstpakketten? Ik heb het uh, bedrijf in uh, 1995 overgenomen van mijn ouders. En mijn vader is daar in 1970 uh, mee gestart. Wij hebben een bedrijf uh, die gespecialiseerd is en voor 70, 80% bestaat uit kerstpakketten. Puur kerst. En uh, het pakket hier samenstellen. Daarnaast is kerst aan het veranderen al qua pakket, dat de klanten de medewerkers, een beleving moeten zijn. En vanuit die beleving ook ervaren. Maar ook dat dan niet meer het pakket alleen is: het uitpakken van een doos. Maar daarnaast ook uh, dat je de mogelijkheid biedt voor een keuzeconcept via internet te bestellen. En daarnaast uh, hebben we ook promo-artikelen die we hier uh, verkopen. En de laatste nieuwste trend is toch kerstmarkten. Kerstmaakt is dat je daar uh, het totaalconcept, dat daar wij uh, daar een 8 tot 10 kramen neerzetten, nadelang de ruimte en de grootte en het aantal bezoekers die daar gaan komen. Daarvoor hebben wij dan uh, diverse thema's. Uh, als uh, voor het mannen, mannenwerk, uh, sfeer voor een huis, leuke cadeaus, uh, drank. Voor, de, voor, voor, voor iedereen, dat lukt lust iedereen. Uh, daarnaast uh, thema's als de streek, streekproducten van hier. Uh, maar ook het algemene een traditioneel kerstpakket als fractiespakket kun je daar uitzoeken. Het pakket wordt hier samengesteld uh, zoals je ziet achter mij. Uh, op kleur, op sfeer, op thema, uh, thema Italië. Op kleur zwart, rood of goud of zilver of bruin, maakt niet uit. Kan zelfs in de bedrijfskleur als je die hebt. Dan gaan we daar streven om daar een uh, thema van te maken. Nou, als het uh, samengesteld is, dan uh, gaan wij kijken van uh, welke doos past daaromheen. Dus dan gaan wij deze producten wat we samengesteld gaan in een kratje, gaan naar boven en dan hebben we een dame zitten. Het doet niet anders dan de. Basispakketten samenstellen en dan wordt er in verschillende lagen opgebouwd en dan maakt zij daar een foto van, zodat je dan uh, het weer zo in die doos komt wat zij bepaald heeft en dan kun je het in, in, aan de band kunnen, hoeven ze niks meer uit te zoeken en dan komen er foto's bij te hangen hoe het erin moet en op volgorde wordt het neergezet en dan kun je een mooi kwaliteitsproduct afleveren.